In dit item van het geneesmiddel van de week staan twee geneesmiddelen centraal, namelijk benzeracide en carbidopa. Beide middelen worden gegeven in combinatie met levodopa bij de ziekte van Parkinson. Bekijk voor meer informatie over levodopa naar het desbetreffende geneesmiddel van de week filmpje. Benzeracide en carbidopa zijn beide decarboxylaseremmers en werken voornamelijk perifeer. Wanneer levodopa oraal ingenomen wordt, zal dit perifeer door de enzymen aminozuur dopamine decarboxylase AADC en COMT komt, worden omgezet in respectievelijk dopamine en methyldopa. Dopamine en methyldopa gaan niet door de bloed-hersenbarrière en zorgen perifeer dan ook voor bijwerkingen. Door decarboxylase perifeer te remmen, zal er meer levodopa beschikbaar zijn die wel door de bloed-hersenbarrière gaat. Hierdoor kan de dosis levodopa omlaag en wordt de therapie dus beter verdragen. De maag-darmklachten zullen verminderen bij een combinatie met een decarboxylaseremmer. De hypotensie, die wordt veroorzaakt door methyldopa, zal logischerwijs nauwelijks verminderen. Levodopa in combinatie met een decarboxylaseremmer is het meest effectieve geneesmiddel ter bestrijding van de motorische stoornissen. Qua werking is er echter geen verschil waargenomen tussen benzeracide en carbidopa. Er is dus geen voorkeur voor een van beide middelen in combinatie met levodopa. Verder worden de bijwerkingen vooral veroorzaakt door de dosis levodopa. De combinatie levodopa-carbidopa is bekend onder de merknaam Sinemet en levodopa-benzeracide onder de naam Madopar. Er bestaat ook nog een intestinale gel met levodopa-carbidopa. Deze wordt gebruikt bij ernstige motorische fluctuaties bij gevorderde levodopa-gevoelige ziekte van Parkinson, waarbij de patiënt onvoldoende reageert op andere antiparkinsonmiddelen. Deze is bekend onder de merknaam Duodopa. De gel is een suspensie die door middel van een pomp continu wordt toegediend. De gel komt dan middels een sonde direct in het jejunum. Samenvattend zijn benzeracide en carbidopa beide aminozuur dopamine decarboxylaseremmers en worden altijd gebruikt in combinatie met levodopa. Door benzeracide of carbidopa toe te voegen aan levodopa, komt er meer levodopa centraal, is er oraal een lagere dosis levodopa nodig en nemen de bijwerkingen dus af. De combinatie levodopa met een decarboxylaseremmer is het meest effectief bij de bestrijding van motorische stoornissen bij de ziekte van Parkinson. Er is echter geen verschil in effectiviteit tussen benzeracide of carbidopa.